Ja, aan tafel zit ik hier met Caroline en Dorine van het platform voor freelance muzici. Even voor mij, wat is het platform voor freelance muzici? Ja, wij trekken de kar van het platform voor freelance muzici. En op die kar zitten zo ongeveer 3000 freelance muzikanten. Dus okay. ZZP'ers, flexwerkers, van alles en nog wat. En waarom was het heel belangrijk dat er een platform kwam voor die muzici? Ja, omdat er in eerste instantie wel af en toe over ons gesproken werd, maar heel weinig met. Mm-hmm. En wij merkten dat daar een enorme behoefte aan was. Dus we zijn in 2018 hebben besloten om ons te verenigen. En langzamerhand zijn er steeds meer mensen op die kar gesprongen. En nu zijn we dus met een heel groot aantal. Een behoorlijke kar vol. Ja. Ja. Hoe is de sfeer op die kar inmiddels? Ja. Stilte. Ja, het is heel fijn. Want we bespreken heel veel dingen met elkaar online ook. En ja. We kunnen heel veel ervaringen met elkaar delen. En dat is wel heel erg prettig om met gelijkgestemden je problemen en je verhaal te vertellen. Want jullie achtergrond, jij bent hoboist? Ja, ik speel hobo. Ja. En jij bent operazangeres? Ja, dat klopt. Dus jullie zijn zelf ook muzici? Ja, ook freelancers, allebei. Ja. Dus het is op dit moment een grote, om even zo te zeggen, WhatsApp-groep waarin iedereen met elkaar ervaringen uitdeelt of uitwisselt? Ja, het is heel lastig, want het viel natuurlijk van de een op de andere dag vielen alle concerten weg. Ja. En juist nu is het platform ontzettend actief en bespreken we ook met elkaar waar we tegenaan lopen. En er is ook gewoon heel veel, ook wel paniek natuurlijk, van mm-hmm. Hoe gaat dit verder? Hoe kan ik nog rondkomen? Kan ik mijn vak nog wel uitoefenen? Zijn er al mensen die aan het omscholen zijn? Ja, zeker. Waar moet je dan aan denken? Nou ja, ik hoorde van iemand die conducteur wilde worden. Andere mensen willen rechten gaan studeren. Wat meer apothekersassistenten kwam voorbij. Echt van alles. En wat zeg je tegen die mensen? Nou ja, we proberen ze zo goed en zo kwaad aan de kant te informeren. Want wij zorgen ervoor dat we heel goed op de hoogte zijn van wat er allemaal aan de hand is. En wat er vanuit de overheid geregeld wordt. Ja. En een van de dingen waar de overheid nu ook een beetje op aanstuurde was van als je in jouw sector niet meer rond kunt komen, dan moet je misschien wel denken aan omscholing. En dan vertellen wij wat er nog eventueel aan steun daarvoor mogelijk is, maar dat is heel weinig. Maar het is nog een hoop vaar, want jij speelt een blaasinstrument, jij mag wel spelen. Ja. Jij zingt, jij weet nog niks. Nou ja, we weten inmiddels dat solisten en mensen in duo-vorm mogen op 8 meter afstand van elkaar repeteren. Dat is ongeveer 2,5 keer deze tafel zo'n beetje. Ja, precies. Dus dat moet ik hier ongeveer, als jij gaat zingen, moet ik ongeveer hier zo gaan staan. Zo. Ja, en dan ligt het duet. Ga jij zingen en dan ga ik spelen. Oké. Okay. En dan moeten we gelijk zijn. Dat is lastig. Dit is geen 8 meter nog. Nee, dat is nog verder. Ja, ik kom niet verder. Ik moet door die muur heen. Maar zulke grote lenzen hebben ze hier niet, dus ik heb het even, even zo gedaan. Ja, er is heel veel onzeker. En het is ook omdat wij heel veel professionele koorzangers in onze achterban hebben. Ja. En die mensen zagen ook van op het een of ander moment gewoon hun werk in rook opgaan. We weten niet wat er het komende seizoen gaat gebeuren. Er zijn wel allemaal uitnodigingen de deur uit gegaan. Dus mensen zijn wel uitgenodigd om mee te doen aan bepaalde producties. Maar die gaan waarschijnlijk niet door. Het is onzeker of ze daarvoor betaald krijgen. Mensen zijn echt in paniek. Weet gewoon, mensen gaan trekken weer bij hun ouders in. Of zijn gewoon überhaupt bang dat ze... Gaan huizen kopen, heel snel huizen kopen. Want ze denken, nu kan het nog. Nu hebben we daar nog... hebben ze het geld niet voor. Nou ja, ik ken toevallig een paar muzikanten die nu zeg maar... Die moesten nu, omdat ze nu nog enigszins goede cijfers hadden van de laatste 3 maanden die ze konden overleggen. En de hypotheekadviseur zei, je moet het gewoon nu doen. Want over een maand kan het niet meer. Ja, en dan moet je wel ergens in Deventer gaan wonen. Maar waar moet je straks je hypotheek van betalen als je je vak niet meer kan uitoefenen? Ja, ja, want we noemen dat omscholen nu even een soort van zijdelings. Maar het is natuurlijk zo pijnlijk dat er gewoon een hele grote beroepsgroep hun vak nu niet kan uitoefenen. Dat er nauwelijks iets voor geregeld is. Dat die, ga maar omscholen als je niet meer rond kan komen. Maar dat is toch verschrikkelijk. Als we straks weer verder mogen gaan in de sector... Ja. Ik ben echt heel bang dat er heel veel mensen dan gewoon al... dat we die verloren zijn aan andere sectoren. Ja, ja. Dat die iets anders zijn gaan doen of in de bijstand terecht zijn gekomen. Ja, ik vind het... Ja, ik ben daar echt ook heel kwaad over. Dit is gewoon een beetje de druppel ook. Hè? Ja. We worden natuurlijk al jaren onderbetaald als muzikus zijnde. Echt, we staan echt onderaan, nog onder de schoonmakers. En mensen hebben gewoon geen buffer. Dus...
Er is gewoon niks. Er moet gewoon iets komen. Voor veel mensen is het echt zoiets van, oké, nou goed, dus dit is dus het moment waarop ik het echt niet meer volhoud. Want het is leuk om muzikus te zijn, totdat je een jaar of 32 bent en je begint aan kinderen en aan huis te denken. Ja. En dan blijkt ineens dat soort hele basale dingen niet te betalen zijn, om nog maar niet te spreken van een pensioen. Ja. Even jullie platform, want dat is natuurlijk wel interessant. Jullie maken wet en regelgeving, althans, daar zijn jullie druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En jullie spreken dus ook met minister van Engelshoven. Ja, ja. En dus jullie hebben een kort lijntje. Hebben jullie er gebeld? Hebben jullie gezegd? We hebben er al gesproken. Ben je er mee bezig? Ja, je hebt er gesproken. Ja, vertel, hoe was dat gesprek? Nou, ik laat dat even aan Caroline. Dat was een heel goed gesprek. En toen ging dat? Was het aan jullie? Kwam het van jullie uit? Nee, het kwam vanuit het ministerie. We werden uitgenodigd voor een groepsgesprek voor de muzieksector. Nou, er zaten een heleboel werkgevers in de muziek in dat gesprek. En opdrachtgevers en wij en BAM namens de muzici. Ja. Ja, en de popcoalitie ook. Mm-hmm. Ja. Dus dat was op zich een heel goed gesprek. Ja, iedereen is heel boos op de minister, maar ik denk ook dat zij er heel weinig aan kan doen. Ik geloof echt wel dat ze hart voor de zaak heeft en dat ze het beste voor ons wil. Maar ze zit ook met handen en voeten gebonden. Mm-hmm. En ik kan daar ook... Maar ik denk dat niet een beetje de manier waarop het gaat? Wat ik bedoel te zeggen is, zij nodigt jullie uit. Mm-hmm. Dus het komt allemaal vanuit het ministerie. Mm-hmm. Zou je het niet om moeten draaien? Het woord Marshallplan is natuurlijk al wel gevallen. En is het niet zo gewoon dat we moeten zeggen, nou, we maken gewoon met een hele hoop artiesten en mensen die ook van cijfertjes verstand hebben. De meeste artiesten, ik reken mezelf er even toe, hebben daar geen verstand van. Maar mensen die daar gewoon echt verstand van hebben, die weten waar het over gaat, die werken in het vakgebied en die kijken naar de toekomst. Dat die met z'n allen zeggen, nou, laat ons dat plan maken. Ja, maar die plannen zijn er natuurlijk al. En alle problemen, die zijn ook bekend in Den Haag. Bij de minister, bij de ministeries. Het is gewoon zo, ja, willen wij met z'n allen in Nederland een gezonde culturele sector in stand houden en dat dat straks weer verder kan. En op deze manier gaat dat natuurlijk niet gebeuren. Want nu vloeit iedereen weg. Maar is het antwoord dan, dat willen we dus niet? Dat willen ze niet in Den Haag? Nou, het lijkt wel, want kijk, wij praten inderdaad met de belangrijke politici erover. Mm-hmm. Het probleem is al lang al bekend. Ja. En we blijven dat herhalen. We doen dat hier nu ook met deze geweldige uitzendingen. Maar het is al wel bekend, maar ze moeten nu actie gaan ondernemen. En die actie die komt niet. En zeker niet ook voor de vele ZZP'ers en freelancers die werkzaam zijn in de sector. En dat is natuurlijk niet alleen bij de muziek, maar ook in dans en theater en de componisten. Er is zoveel en die vallen nu om. Wat is het eerste dat nu moet gebeuren, volgens jullie? Ja, waar moeten we beginnen? Ik denk, god, persoonlijk zou ik er voor een basisinkomen zijn. En, ik bedoel, waar mensen nog wat bij kunnen verdienen. Ja. Maar ik denk dat niet haalbaar is. Het eerste wat misschien wel haalbaar is, is dat er uitzicht komt op een Tozo 3. En dan eentje zonder partnerschapstoets. Ja. Dat mensen die... Want de podiumkunstenaars, laten we wel wezen, wij blijven waarschijnlijk nog wel tot januari ons beroep niet kunnen uitoefenen op de normale manier. Dus dat gaat zijn weerslag hebben. Dus heel veel mensen gaan niet gevraagd worden om werk te doen dat ze normaal gesproken wel doen. Mensen zonder buffer. En als daar in ieder geval voor duidelijk wordt dat ze nog een uitkering kunnen krijgen, ja, dan hoeven ze niet een huis te verkopen. Ja. Want dat is ook wat we horen, dat mensen bang zijn dat ze een huis moeten verkopen in plaats van nu een huis kopen. Ja. Ja, en we proberen daar. Wij zijn ook lid van de Creatieve Coalitie. Dat is ook een betrekkelijk nieuw samenwerkingsverband van de makers in de kunsten. Mm-hmm. En wij hebben ons nu verenigd met, ik geloof, 40 andere beroepsorganisaties, vertegenwoordigen met de Creatieve Coalitie, 50.000 mensen. En wij we zitten met de Creatieve Coalitie in de taskforce voor de culturele en creatieve industrie. En we proberen via die Creatieve Coalitie ook invloed uit te oefenen op wat er voor adviezen aan het ministerie gegeven worden. Hopen dat daar iets uit gaat komen. Ja. De minister heeft aangekondigd dat ze hierheen komt vrijdag. Alles goed. Ja, dus die staat bij deze. Ik zie u graag aanstaande vrijdag hier. Voor wie zetten jullie de handtekening, de 3000 mensen die jullie vertegenwoordigen? Heel graag. Ja? Ja, doen we. Oké. Heel fijn dat jullie er waren. Heel veel succes en geluk. En heel graag kunnen we snel weer het theater in, het podium op en muziek maken. Ja, super. Dank fijn je wel. Dat jullie er waren. Ja, fijn dat we mochten komen.